Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 1 november. Het overwinnen van de angst om gebrek te lijden. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Filippenzen 4, vers 19. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Een van de grootste angsten waar mensen mee geconfronteerd worden is de angst om gebrek te lijden. Het is de angst dat je tekort komt en dat je niet voldoende middelen hebt om het tekort op te vangen en dat God niet op tijd zal voorzien in je levensbehoeften. Misschien bevind je je op dit moment in een situatie van een groot tekort, zoals je die nooit eerder hebt meegemaakt. Een wanhopig tekort aan financiën of andere middelen om te kunnen voldoen aan je basisbehoeften. Misschien word je geconfronteerd dat je op geestelijk of emotioneel gebied gebrek lijdt. De geest van angst zou je kunnen bestoken en zeggen dat God niet kan voorzien in je behoeften en dat je het niet zult redden. Je moet vandaag weten dat de duivel een leugenaar is en dat God voor je situatie zorgt. Hij heeft een plan en hij is voor jou aan het werk om op het juiste moment te voorzien in je behoeften. Zelfs wanneer het lijkt dat niets jouw kant op komt, weet God altijd wonderbaarlijk te voorzien. Ongeacht wat je nood is, financieel, fysiek, emotioneel, geestelijk, je hoeft geen angst te hebben om gebrek te lijden. God zal voorzien, je troosten, je voeden en je terugbrengen naar een plek van kracht. Vertrouw op zijn voorziening. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, uw woord zegt dat u in al mijn levensbehoeften voorziet. Dus, ik geef niet toe aan de angst voor een tekort. Ik geloof dat u van mij houdt en dat u voor mij zult zorgen. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.